De aerodynamische en de hydrodynamische kracht zijn dan misschien altijd even groot, hebben dezelfde richting en een tegengestelde zin als ze op een stabiele koers aan het varen zijn. Tijdens een versnelling of een vertraging is dat natuurlijk anders, maar dan worden die toch terughersteld tot ze weer even groot zijn. Maar hoewel dat ze dus even groot zijn, dezelfde richting, tegengestelde zin, hebben we niks gezegd over hun aangrijpingspunt. En dat ligt niet zo vast bepaald. Wel, we gaan eens zien op een boot. Ik heb hier een boot. Ik heb mijn zeil. Ik heb mijn zwaard. Ik wil zelfs nog een zeiltje voortekenen. Dan hebben we een tweemansboot. Maakt niet veel uit. Onze aerodynamische kracht, ja, die grijpt altijd aan in het zeildrukkingspunt. FA in het zeildrukkingspunt. Onze hydrodynamische kracht, FH, is dus even groot, dezelfde richting, een beetje groter, dezelfde zin, FH, in het lateraal drukkingspunt. Voilà. Een zeildrukkingspunt, dat hangt af van de bolling van uw zeil, de grootte van uw zeil, de grootte van uw voorzeil. Het lateraal drukkingspunt hangt af van hoe diep uw zwaard steekt, waar het gewicht in uw boot zit, meer van voor of meer van achter. Voilà. Nu, op deze tekening liggen die mooi in elkaars verlengde, wat betekent dat mijn boot een stabiele koers heeft en mooi vooruit gaat gaan. Nu kan ik natuurlijk de andere situatie hebben, dat die niet meer zo mooi in elkaars verlengde liggen. Voilà, mijn tweede zeil nog. Ik was met een tweemansboot begonnen. Ik blijf dat doen. Ja. Ik behoud mijn lateraal drukkingspunt ongeveer hier. Dat wel goed. Maar mijn bemanning heeft besloten... Oh, zeildrukkingspunt, altijd alles goed benoemen. Mijn bemanning is ineens domweg van achter gaan zitten. Met gevolg dat mijn lateraal drukkingspunt naar achter is verschoven. Dus ik heb nog altijd mijn twee krachten, dezelfde richting, tegengestelde zin. Maar die liggen niet meer in elkaars verlengde. Erger? Kijk, er is een afstand tussenin gekomen. En misschien herkent je dat nog, maar we hebben effectief een koppel gecreëerd. Zo, ja? Twee krachten van dezelfde grootte, dezelfde richting, tegengestelde zin en niet in elkaars verlengde, die gaan zorgen dat er een draaiende neiging is van mijn boot. En in welke richting? Wel, we gaan die twee punten gewoon met elkaar verbinden. Ik heb een kracht die hier aantrekt. Ik heb een kracht die langs onder trekt. Wat gaat er gebeuren? Mijn boot gaat draaien. Mijn boot heeft dus de neiging om naar daar te varen. Ja? Je hebt dat waarschijnlijk al herkend bij boten. Dat je de hele tijd wilt draaien als je je roer rechtuit. En dat je dus extra moet compenseren met je roer. Dan spreken we over loefgierig of leigierig. Wel, deze boot heeft de neiging om heel de tijd naar lei te draaien. Dus hier hebben we een leigierige boot. Het andere kan natuurlijk ook bestaan. Voilà. Mijn zeilen weer tekenen. Mijn zwaard. Ik heb mijn lateraal drukkingspunt. Mijn bemanning zit terug goed van voor, dus dat valt allemaal mee. Maar ik heb bijvoorbeeld mijn fok opgerold. Ja? Dus die verlies even. Met gevolg dat ik hier alleen op mijn grootzeil zit, waardoor dat mijn lateraal drukkingspunt een stukje, oh, dat was in het groen, mijn zeildrukkingspunt een stukje naar achter is gegaan. Ja? De fok gaat daar niet meer zorgen dat het zeildrukkingspunt meer naar recht. Ik heb nog altijd wel mijnzelfde grootte, dezelfde richting, tegenstelde zin. Maar ook hier weer, als ik die twee punten met elkaar verbind, hè, ze zitten niet in elkaars verlengde. Wat gaat er gebeuren? Ik heb een kracht die naar daar gaat. Ik heb een kracht die zo gaat. Mijn boot gaat draaien en wel in die richting. Ja? En hij gaat naar loef willen draaien. Dus hier hebben we een loef. Gierige boot. En dan spreken we dus over koersstabiliteit. Mijn boot is koersstabiel als hij rechtdoor gaat. En wanneer gaat hij mooi rechtdoor gaan? Wel, als mijn
hydrodynamische kracht en mijn aerodynamische kracht mooi in elkaars verlengde liggen. En gaan een neiging hebben tot draaien als die twee niet meer in elkaars verlengde liggen. En dan kan hij ofwel lijgierig zijn als de aerodynamische kracht voor mijn hydrodynamische kracht ligt, ofwel loefgierig als mijn hydrodynamische kracht, ik moet het er nog bijschrijven, dus met mijn lateraal drukkingspunt voor mijn zeildrukkingspunt ligt.